Goed mensen, welkom allemaal. Het was een verrassing hoeveel er kwamen, maar er meldde zich nogal wat af. Allemaal corona gerelateerd, maar het is niet anders. Ik vind het wel leuk dat er nog zoveel zijn, absoluut. Voor degenen onder u die me niet kennen, die zullen er zijn. Mijn naam is Bert Schieven. Ik ben, amateurhistoricus, verzamelaar, hobbyist. U mag er wat van maken. Het is wel zo, hoe u mij ook typeert, het heeft te maken met de toenmalige gemeente zelf. Zeg goed, hè? Ja, ja. In de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog ervoor en daarna ook. Ik verzamel zo van 1930 tot 1950. De dertige jaren had je de crisisjaren, armoede, grote werkloosheid. Had je hier werkverschaffingsprojecten, ontginning van alle heide, we hoorden erbij, Wolversveen, werkzaamheden naar de veen gehoord, noem het maar op. Krijg je de mobilisatie, daar hebben jullie vast wel eens van gehoord, mobilisatie van het Nederlandse leger. Wederom, alleen in de gemeente zelf doe ik. Ze lagen aan de Halseweg, overal. Het had totaal geen invloed achteraf, maar de Duitsers zijn hier in mei helemaal niet geweest. Maar goed, krijg je de Tweede Wereldoorlog met al zijn facetten. De Duitse inval, de luchtoorlog, de Jodenvervolging, noem het maar op. Wederom, alleen de gemeente Zelhem. Een bommenwerpencrash, ik noem maar wat, richting de Keienborg is er eentje 100 meter over de gemeentegrens neergestort. Maar daar doe ik niet geen onderzoek naar. Dat is, de gemeentegrens is mijn grens. Ja, ik heb er al werk genoeg aan. Ja, Bert, we zijn natuurlijk hartstikke blij dat geen meer een museum hier woont. Allereerst als buurthuis. Want zo creëren we in ons buurtschap een hele mooie aantrekkingskracht voor mensen die toch nog eens iets meer willen weten. Anderzijds is het ook stimulerend voor de gemeenschap weer wat groters bij de hand te hebben, zodat we toch weer iets meer mensen trekken en dit ook echt weer een buurthuis is. Bert, ik wens u heel veel succes en ik hoop dat alle mensen ook uw website zullen bezoeken en de mooie verhalen die erop staan zullen lezen en uiteraard ook het museum zullen bezoeken. Dank jullie wel. Ik zeg, verbaast het mij wel weer niet dat jullie elkaar vinden, omdat ik liep hier binnen. Ik zeg, ik blijf dit echt een van de prachtige mooie dorpshuizen vinden en plekken in onze gemeenschap waar echt door de samenleving zelf ruimte is gecreëerd. Nou, kijk hoe fantastisch het hier is. En dan lees ik de artikelen, Bert, dat jij hier met je, dat je de boel daar zelf ook verder vorm hebt gegeven over. Ja, dat past hier helemaal. En daarom vind ik het echt fantastisch dat jullie de samenwerking hebben gevormd. En ik denk ook, het is gewoon echt mooi dat dit toegankelijk is voor een breder publiek. Dat we met elkaar kunnen blijven zien hoe het is gegaan, blijven ervaren hoe het is gegaan. En kunnen blijven herdenken en daarmee bedenken dat we met elkaar een vrijheid hebben die het vechten waard is. En waar we heel hard met elkaar aan moeten blijven werken. Dus ik ben zeer vereerd dat ik als eerste het gastenboek mag tekenen. Oké. Thank you.
Thank you.